Ik ben Imme de Ros en in de virtuele vitrine zou ik graag het boek willen leggen. En dan wel het boek van papier en drukinkt. Dat nu heel erg moet opbossen tegen allerlei schermen en readers. Ik ben altijd omringd geweest door boeken. Ik kreeg heel veel boeken van mijn ouders. Mijn ouders waren dol op lezen. Als ik aan ze terugdenk, dan zie ik mijn moeder in een heel karakteristieke houding zitten, met opgetrokken knieën in een leunstoel, met een boek in haar hand. Of mijn vader met zijn arm voor zich, handpalm naar beneden. En hij legde dan het boek op zijn onderarm en zo las hij. En zelf heb ik in alle houdingen gelezen en op alle plekken van de wereld. En als symbolisch boek voor de vitrine zou ik graag de Odysseeën van Homerus willen neervleien. Het staat aan het begin van de westerse literatuur. Het is een gedicht, een episch gedicht, want er zit een metrum in. Het is een roman, want de personages maken een groei door en zijn boeiend en menselijk en geweldig. Het is een theaterstuk, het werd voorgedragen door een zanger met een lier. Voor meer dan de helft is het dialoog. Het is een libretto, omdat het tekst is bij muziek. Het is alles. En bovendien is het een schitterend verhaal over mensen die heimwee hebben, die verliefd zijn, die trouw zijn, die ontrouw zijn, die verdriet hebben om hun kinderen, kinderen die verdriet hebben om hun ouders. Het bestaat al sinds 750 voor Christus, de 8e eeuw voor Christus. En nu is het eigenlijk het grootste kinderboek van de wereld, want het wordt voornamelijk gelezen door jonge mensen op school. En in vertaling door volwassenen. Hoewel ik weet van Karel van het Reven dat hij elk jaar opnieuw begon met de Odyssee of met de Ilias. En dat het elk jaar anders was. Want je vindt in die tekst, in die woorden, steeds iets nieuws. En dat is het wonder van de taal. Daarom wil ik graag dat de Odysseia voorgoed in de vitrine komt te liggen.